dus ik moet heel even plas gaan opruimen. En ik krijg ook zojuist het bericht dat ik... I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we hebben, zoals beloofd, antwoord over het drama omtrent Youfone. Zeg het maar, schat. We hebben net een uur in de wacht gestaan om ze te pakken te krijgen. Oh my fucking god. Dit is echt niet te geloven. Nou, die guy die neemt op en ik vertel het hele verhaal. Zegt, wacht even, ik zie dat je mail hebt gestuurd. Ik lees even je mail. Zit ik even in de wacht, kom ik zo bij je terug. Ja, dat is goed. 10 minuten verder. Volgens mij is het even gaan lunchen. En zegt, ja, ik heb even uit moeten zoeken. En we hebben je vrijdag 2 keer proberen te bellen. Ik zeg, ja, dat klopt, want ik was aan het werk. En hij zegt, ja, we hebben van KPN een denied order gekregen. Dus ja, we kunnen niet bij je leveren, helaas. Dus u kunt op zoek gaan naar een andere provider. What the fuck? Toppie, man. Toppie. Ik zei, nou, daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Ik zei, want ik begrijp heel jullie bedrijfsstructuur niet meer. Want had je dit niet gewoon even op de mail kunnen sturen? Ja. Ja, nee, we hebben bericht, bericht gekregen vanuit, weet ik veel, ander deel van hun bedrijf. Dat we telefonisch contact moesten opnemen. Maar dus blijkbaar is Youfone is KPN. Nou ja, of ze zitten op de lijn van KPN, want die frequenties of zoiets worden jaarlijks of in zoveel jaar worden die verkocht. En vaak is dan Ziggo en KPN zijn de grootste en die kopen dan het meeste op. En dan kunnen andere bedrijven weer, ze werkt ook met stroom, bij Ziggo zeg maar een bepaalde hoeveelheid kopen per jaar. Nou, ik stel voor dat we gewoon naar Ziggo gaan. Jij? Ja, ja. Ze zijn wel de duurste, maar in principe zijn ze wel gewoon oké. Okay. We moeten maar even uitzoeken hoe dat dan zit met het tweede kastje. Dan hebben we in ieder geval hier gewoon een goed internet. En snel geleverd waarschijnlijk. Ja, en dan kunnen we in ieder geval, denk ik, de televisie daar wel op internet zetten. En dan kunnen we in ieder geval gewoon Netflix streamen. Mm-hmm. Ja, dat wel. Want dat is toch ook wat we het meeste doen in de slaapkamer. Dus oh my god. En dit heeft dan 3,5 weken moeten duren voordat we überhaupt... We hebben gewoon zo lang zonder internet en televisie gezeten. Echt onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dit. Maar als we dan voor Ziggo gaan en jij... Want jouw telefoon is ook verlopen, toch? Ja. Dan kun je, als je naar Vodafone gaat met SIM-only, krijg je korting. En dan krijgen we ook korting op Ziggo. Dus dat zouden we dan weer wel kunnen doen. Ja, maar ik krijg nu ook korting. Ja, oké. Okay, maar ik krijg nu ook korting bij T-Mobile. Omdat wij ook samen bij T-Mobile zitten en zo. Mm-hmm. Dus we hebben nu ook allebei korting bij T-Mobile. Ja, ik ga volgend jaar, als we nu voor Ziggo gaan, dan zou ik altijd voor Vodafone gaan. Want dan ga ik de volgende keer ook voor Vodafone. Dan hebben we op alle 3 de diensten korting. In plaats van nu alleen op de 2 diensten. Ja. Oké. Okay. Dat zou ik dan wel doen. Nou ja, we kijken wel, want tot nu toe heeft gebleken dat elke keer als we wilden overstappen, dat dat geen succes is geweest. En dan waren we alleen maar ellende van. Nee, dat is niet waar. Nou. En als we binnenkort het huis hebben verkocht, dan hebben we ook niks meer. Dus hebben we ook geen televisie meer nodig. Voorlopig. Mm-hmm. Dat klopt. Nou, we gaan dit allemaal nog even uitzoeken. Het is vandaag dag 3, 4, ik weet het niet meer. Ik ben in ieder geval tweede dag koortsvrij. We zijn aan het wachten op de uitslag van de COVID-test. Om te weten of ik weer naar buiten mag of niet. En of René weer naar de werk mag. En of Jessie naar de kinderdagverblijf mag. Voorlopig zitten we nog allemaal binnen. Nee, kleine... Nee, je mag niet de keuken in. Jessie heeft heel erg honger. Terwijl de zon vol in onze bakken schijnt, ben ik even lekker aan het koken. En ik maak vaak gekke potjes. En René zegt altijd, ja, jij maakt altijd van niks, maak je iets. En Eddie, een vriend van mij, die zou zeggen, wij kunnen stront nog lekker maken.
En dat is natuurlijk figuurlijk gesproken, ja, ja, ja. Dus ik ben vandaag risotto aan het maken. Ik ben risotto aan het maken. Naar een recept wat ik ken. En dan ben ik weer ineens wat donker. Dan komt het René. Het zonlicht kaatst van de grond. Ik ben het zonnetje in huis, moet je zeggen. Ja, René is mijn zonnetje in huis. Zie je dat? Het is best mooi licht zo van de grond af, hè? Risotto met aardappelen en tonijn. Met de erwtjes, super lekker. Maar ik heb geen aardappelen. Tenminste, ik heb friet. En dat kan natuurlijk ook. Oh, ik moet eventjes wat water bijstorten. Dus ik maak lekker een risotto met aardappelen en tonijn van wat kliekjes. En dat doen we dus met aardappelen. Met friet. Met friet, kijk, een beetje water erbij. Champignonnetjes en zo meteen een beetje tonijn. En dan kan deze kleine man zijn tranen drogen zo meteen, want hij heeft heel erg honger. En jij geeft hem gewoon zo champignon. Ja, natuurlijk joh, dat kan gewoon. Een champignon kan je namelijk heel goed rauw eten. Ja, ja, alsjeblieft. Lekker, hè? Nee, bedankt. Mama slaat heel erg gracieus over. Papa Happy? Hij zei net gelijk, dus. Hij kan gelukkig ook goed delen. Ik moet even in mijn risotto roeren. Jesse zit inmiddels al volop te smullen. Maar dan ook echt volop. En en we noemen het de skere maaltijd. Gewoon lekker kliekjes, risotto, tonijn met erwtjes. Smakelijk. Lekker. Lekker. Oh ja, en frietjes. Raspatat. Raspatat. Ja, ook raspatat en lunchfietsen. Ja, we hadden een succesmomentje en toen hadden we een klein faalmomentje. Waar heeft hij plas op zijn neus? Ja, helemaal. Misschien wel over de piano. Was je zo lekker bezig bent. En ineens zat hij, en toen kwam er zo'n enorme straal erop. Ja. Hij had dus, oh ja, ik moet eventjes afdekken natuurlijk. Hij had dus een mooi plasje gedaan op het potje. En toen ging die piano spelen en toen maakte hij een plasje op de piano. Althans, ik zag in één keer zo. Dus ik zeg, René en ik allebei, oh. Toen zei hij, oh. Nee, hij zei het eerst. Nee. Hij keek zo naar zijn piep en zei, oh. Maar we dachten dat hij aan het zingen was. Hij vindt het niet zo grappig als mij. Ja. Maar gelijk je badje, denk ik, hè? Nu gebeurt er niks meer. Misschien nog een poepie. Een poepie. Goed, ja, toch? Goed, oké. Ja. Oh, alles is nat. Nou, en eventjes weer uitzoomen. Dus ik moet heel even plas gaan opruimen. En ik krijg ook zojuist het bericht dat ik negatief ben getest. Dus dat is heel erg fijn. Is het gewoon een goed griepje geweest. En dan was ik binnen 2 dagen weer vanaf. Nou, 3 dagen. Dus die heerst ook, dames en heren. Dus wees bedacht. Nee, bedust. Wees attent. Nee, ook niet. Wees voorzichtig. Hoort er allemaal bij. Hij gaat het even opruimen. Dat is echt veel. Doe het zo erover. Goed zo. Succes. We zijn vandaag op zoek naar een keuken. En daarvoor moeten we naar onze project keukenboer. En die zit in Oud-Beijerland. En dat heet Image Keukens. We zijn een beetje laat, dus we gaan snel naar binnen. Moet je toch al aan gaan zitten, zeg. Ja. Wat zijn jullie hier?
dit dan aan de zijkant dan niet plaats. Dat, ja, dat is nog een optie. Als, maar dan moeten we hem volgens mij qua slag draaien. Kijk, en op zich is zo'n ding ook wel mooi, hè? Mm-hmm. En als daar dan die afzuiger in zit... Het kan wel leuk zijn. Dat is dat niet heel lelijk? Het is niet zo'n lelijk blok wat er dan hangt. Nee, daar kan je ook wel leuke plantjes op doen. Ja. Mm-hmm. Cool. Nou, we komen net van Image Keukens vandaan. Een hele aardige man die ons geholpen heeft. En die heeft al een voorzetje gemaakt van een schets. En, maar ja, we zijn er nog niet helemaal uit hoe we het nou precies willen. Wat voor apparatuur, wat voor... Ja, we weten wel wat we willen, maar we willen bijvoorbeeld een kwartziet keukenblad. En ja, dat wordt gewoon niet zo heel veel gebruikt in Nederland. Soms zelfs onbekend. Dus we moeten daar zelf even de plaatjes van sturen. En dan kan die er ook achteraan om te kijken of dat mogelijk is. Ja, dat wist ik dus ook helemaal niet. Wat wist je niet? Ja, dat het zo ongebruikelijk is. Ja, nee, ik heb het nergens ook gezien in de keukens. Nee. Geen idee waarom dat in Nederland niet zoveel gebruikt wordt. Ja, dus dat gaan we naar hem toesturen. Wat we wel zeker weten is dat we gewoon een groot kookeiland willen. Van 1,20 meter diep en ongeveer 3 meter nog wat. 3,20 meter, zei jij? Ja, dacht ik even, maar... Nou, iets van 3 meter in de lengte. En daar komt dan ook een inductieplaat op. En het... wastafel. Ja, wastafel, inderdaad. Ja. Want we zaten ook nog te denken van, gaan we dan zo'n gasfornuis doen? Of nou, niet een gasfornuis, maar een fornuis. En hij zei ook van, ja, dat kan je wel doen. Maar omdat je dat apparaat dan gelijk op 3 groepen moet aansluiten, ja, is dat gewoon niet zo zuinig. En het huis wordt dus eigenlijk heel zuinig opgeleverd. En daardoor maak je het minder zuinig, maar dat is maar net wat je wil. Ja. En ik zei ook van, ja, maar ja, weet je wil een kookeiland om erop te koken. Dus als je dan weer een fornuis gaat nemen, dan is dat kookeiland verliest dan een beetje zijn kookfunctie, vind ik. Dat snap ik niet helemaal. Nou, je gaat het fornuis ga je dan niet in je kookeiland verwerken over het algemeen. Die zet je dan bijvoorbeeld aan de zijkant bij de muur. Oh, zo. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet. Dus dat, ja. Ik snap wat je bedoelt, maar dat hoeft helemaal niet. Kan er ook, maar dan moet je dus een hele hap uit het keukenblad halen. Ja. Aita! Zit je bij je vinger in de keel te stoppen, jij? Dat is true. Maar goed, dus dan, nou, we hebben in ieder geval besloten dat we toch maar voor inductieplaat gaan. En dat we dan de oven en de magnetron apart doen. En dan is nog de vraag, hoe groot willen we de koelkast? We willen eigenlijk nog iets van een koffiecornertje. Ja, zoveel dingen om over na te denken. En nu al. En wij waren de eerste, tot nu toe, die dus keuken en de woonkamer kon draaien. Ja. Ja. Ja, wij zijn ook wel heel vroeg. Ja, de anderen waren ook al wel geweest, maar die hadden misschien nog niet daarover nagedacht. Of überhaupt van, gaan we een uitbouw nemen of niet? Ja. Ja, en als wij geen uitbouw nemen, dan snap ik ook wel dat je de keuken dan nog steeds daar laat. Dat je hem gewoon laat op de tekening, ja, dan wel. Maar wij nemen de grootste uitbouw, waardoor dan uiteindelijk je woonkamer, als je die daar doet, net wat groter is dan de keuken. Dus ja, we gaan nu naar een natuursteenwinkel. En hopen dat Jessie nog heel even volhoudt. Want we willen toch kijken wat zij te bieden hebben en of zij wel wat weten over het kwartziet. Nou ja, we zijn ook helemaal nog geen keuken, tegel of natuursteenboer geweest. Want we hadden het idee om naar die Regge te gaan. Die zit volgens mij tegen de Duitse grens, dus dat is niet echt zomaar even aan te rijden. Nee. Dus ook weer eventjes inspiratie opdoen. Ja, we zoeken het even dichterbij. Even kijken naar de mogelijkheden. En daar staat ook een excellence badkamer ding, dus daar kunnen we heel misschien ook nog wel heen. Ja, tuurlijk. Even kijken wat voor tijd. Ik vind Jessie prima, denk ik. Ja. Een hele goede morgen. Een beetje naar beneden bukken, maakt niet uit.
We zijn een lekker fruitje aan het eten met kwark, banaantje, appeltje, heerlijk. En René is de hele dag werken, dus we zijn samen. We zijn met z'n tweeën. We zijn met papa, want hij blijft me stug mama noemen, maar vooruit. We proberen het elke dag. En zo meteen gaan we even wandelen naar DHL-punt, want er is een pakketje aangekomen die ik van mijn zus heb gehad. En daar heb ik straks wel een leuk verhaal over. Maar nu eerst... lekker happen! Mama. Papa. Mama. Papa. Zo, kijk, we hebben het pakketje opgehaald. En eens eventjes kijken wat erin zit. Ja, stiekem weet ik dus al wat erin zit. Want, wat is er gebeurd? Ik kreeg 2 weken geleden dus ook zo'n pakketje binnen. En mijn zus die had al een paar dagen geappt van, joh, je krijgt van de week krijg je een pakketje binnen. Dat is een cadeautje van mij, laat even weten. Ja, dat is goed. Een paar dagen later weer van, ja, na het weekend krijg je een pakketje binnen. En als je het binnenkrijgt, nog niks posten, want Luca, ons broertje, die krijgt er ook één. En als hij het dan eerder ziet, dan is het geen verrassing. En hij mag ook niks posten. Nou, oké. Na het weekend krijg ik een pakketje binnen en ik was op mijn werk. En René die appt mij een filmpje of een foto van, joh, heb jij iets besteld? Ik zeg, nou nee, ik heb niks besteld, maar ik verwacht wel een pakketje van Elena. En toen liet ze dus een foto zien van een ondergaande zon met een beetje bos en zo. En ik dacht van, ja, dat ja, lijkt me logisch dat het is. Maar waarom zou mijn zus al 1,5 week aan het appen zijn over een plaat van een ondergaande zon? Ik begreep er echt helemaal niks van. Dus op een gegeven moment, ik kwam thuis, mijn zus die appt mij, heb je het al ontvangen? Ik zei ja, ik heb het ontvangen. Ik zeg hartstikke leuk, in het nieuwe huis krijgt het een mooi plaatje in de studio. Ik denk ja, zo'n plaat van een bos, ondergaande zon, past eigenlijk niet echt bij ons interieur. Dus, en ik had nog gezegd van we gaan hem nu niet meer ophangen, aangezien we binnenkort gaan verhuizen. En om dan nu nog gaatjes te boren en zo. Zegt ze in de studio. Ja, oké, okay, maar je mag hem ook neerzetten. Neerzetten? Ik zeg ja. Het is ook zo lullig, hè? Je wil beleefd blijven. Ik zeg ja, neerzetten. Ja, ja. Zeg maar, want ik wilde er toch achter komen van. Hoe kom je nou bij zo'n foto? Dus ik had gestuurd van. Heb je hem zelf gemaakt? Dus ze zei nee, hoe kan dat nou? Ik sta er zelf op. Toen dacht ik, sta er zelf op. Ik zeg, nou, ik weet niet. Zeg ze, hoezo, wat heb je dan, wat heb je binnengekregen? Dus ik stuurde die foto en zeg ze, oh ja, ik vond jouw reactie al zo raar. En ik zeg, ja, ik vond jouw reactie al raar. Dus nou, dat was dus verkeerd opgestuurd. En nu hebben we, als het goed is, de juiste binnen. Nou, dat was echt hilarisch. Ja, ik denk, ondergaande zon, bos, wat moet ik hiermee? Maar wat het dus wel moest zijn, want ik weet nu dus inmiddels wat het is, maar ik weet natuurlijk nog niet welke foto. Maar kijk. Een hele mooie foto van de bruiloft. Heel mooi. Echt leuk. Ook in het nieuwe huis willen we wel eindelijk iets van een familiewand gaan maken. Weet je wel, met foto's en zo. En daar past deze heel mooi tussen. Dus ik ben er heel blij mee. Dankjewel, Elena. Super lief. En we gaan hem een mooi plekje geven. Zijn we weer aan het einde gekomen van deze video. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. We zijn druk bezig met keuken en badkamer. Dat soort dingen zoals je zag. Dus heb je nog leuke tips voor ons? Voor keukenzaken of tegelboeren. Of alles wat er bij een huis komt kijken. Leave it in the comments down below. Superleuk. En we gaan rustig naar een herfst toe. Waarin wij veel zaken gaan bekijken en interieurs en dat soort dingen. Dus allemaal hartstikke leuk.
duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten, zodat je alle video's weer meekrijgt die wij uploaden. En dan zeggen wij voor deze keer op een lege bank, in mijn eentje, tot de volgende keer. Ciao, 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 ciao.